dat verkeersbord ken ik wel. Dat betekent dat je maar tot een bepaalde hoogte, bijvoorbeeld onder een tunnel of een brug of wat dan ook, door kan. En wat we een keer met de bus hebben meegemaakt, is dat we vrolijk boodschappen gingen doen. En daar hadden ze neergezet van, nou, of was het tot 2,2 meter of iets in die richting. Maar ja, we hadden die bus net. We dachten, nou, even kijken of dat kan. Want het was om campers tegen te gaan op de parkeerplaats. Dus ik wilde net uitstappen om te kijken. En toen was er een hele vrolijke Fransman. En die zei, ah joh, nee, dat is geen probleem. Je kan er gewoon onderdoor. Dus wij zeiden, oké, nou, daar gingen we. Maar ja, er zaten wel twee richtingaanwijzers op het dak. En daarna niet meer. Ja, die had de Fransman over het hoofd gezien. Nee, dus gebeurt ons niet meer. Nou, ik heb zelf nooit zo'n auto gehad, dus ik weet het niet zeker. Maar volgens mij is het een Seat. Klopt dat? Volgens mij mag je met een camper wel LPG tanken. Maar mag je er niet mee koken? Daar moet je butagas voor gebruiken. In Nederland mag je natuurlijk niet zo heel veel. Dus volgens mij mag je sowieso nergens kamperen in Nederland, tenzij het een camping is. Ja, en slapen moet je gewoon stiekem doen. Dus ja, dus niet je luifeltje uittrekken of wat dan ook, maar gewoon gordijnen dicht en slapen maar. Toch, dat kan toch? Ja, we hebben een keer geparkeerd langs een pad naar een festival. En dat is heel stoffig. En het zat ook nog in de bocht. Dus je kon eigenlijk niet voor de camper zitten, voor de bus zitten. Want je kreeg elke keer zo'n hele lading stof over je heen. En ook niet de deuren open en dat soort dingen. Dus dat was een hele wijze les. Om eerlijk te zijn, weet ik niet wat de maximale snelheid is, maar ik ga ervan uit dat het 100 is. Maar ik kan me ook voorstellen dat het 80 is, gezien het aantal auto's met caravans erachter die heel erg langzaam rijden. Meestal op de rechte rijstrook, maar soms dat niet eens. Ik denk 5,6 seconden. Ja. Nou, nee, ik hou wel van lekker doorrijden, maar zeg maar even mijn pik laten zien of zo, dat vind ik meestal een beetje onzin. Want dat kost ook heel veel benzine en nou ja, het schiet ook in de camper schiet het al helemaal niet op, dat moet je gewoon heel relaxed doen. Maar ik heb wel ooit in een Tesla gereden en dat was in 3,6 seconden na de 100 en dat heb ik dus ook wel echt regelmatig gedaan. Maar dan zag je ook gewoon echt die batterij, hoorde je ook zo'n geluidje zo. Oké, weet je wel, dit trekt echt heel veel. Ja, anti-blokkeersysteem. Het is een hele veilige tool als je slipt. Nou, dan heb ik zelf nooit zo'n chique wagen gehad die dat had. Maar ik weet niet of ik er ook mee geholpen zou zijn. Ik heb een keer, dat is echt een heel slecht idee, toen heb ik mijn vriend Mike opgehaald van werk. Toen het zo ontzettend sneeuwde en ijzelde en met de fiets. En ik zei, ah joh, weet je wel, ik kom daar en daar vandaan. Ik rij wel eventjes even door via het centrum om je op te halen. Nou, echt de hele stad doorgeglibberd. Mike die zat echt naast me van, ja, je moet remmen. Ik zei, ja, dat kan nu dus niet, want het is te glad en we gaan naar beneden. Maar ik weet niet, ja, had dat toen geholpen eigenlijk? Nou ja, daar helpt niks aan. Sneeuw en ijzel.